Leuk dat je kijkt naar deze tutorial. We gaan een leuke nieuwe techniek laten zien, de peekaboo glitter. Dat is een leuke milky look met een fading van glitters vanaf de nagelriem. We hebben het al met Nextel gemaakt, dit kun je ook in een van onze andere tutorials zien. Maar we willen het ook met Rubber BCL aan jullie laten zien. We hebben de nagel al voorbereid, dus de mooie manicure uitgevoerd en de glans verwijderd. Nu ga ik alleen nog eventjes de nagelplaat dehydrateren met Magic Prep. Zorg ervoor dat er vooraf niet te veel product meer zit op de nagelplaat als het een bijwerking is. Want dan heb je niet voldoende ruimte om hem op te bouwen en met je glitters. En de glitters weer in te kapselen met de Rubber BCL. Dus zorg dus inderdaad voor dat die nagelplaat mooi vrij is van product. Ik gebruik de French Pink Rubber BCL voor een goede hechting. En ik zorg er hiermee voor dat die nagelplaat al enigszins dekkend is met deze zachte roze base gel. Nadat je een laagje egaal hebt aangebracht, hard ik hem uit in de lamp. Na het uitharden van de rubber base gel gebruik ik de base in de pen. En die base in de pen is een hele handige base gel om aan te brengen als je nog met glitters of andere dingen wil werken. Ik breng hem aan op de plek waar ik de glitters wil hebben en ik hard hem niet uit. De glitters die ik ga gebruiken zijn de Pixie Glitter. Deze geven echt een heel leuk effect, vooral als je ze afdekt met clear zometeen. De pixies die zijn echt een beetje magisch en telkens in een ander licht geeft hij weer een andere shine. En voor deze techniek zijn dat mijn favoriete glitters. Let wel op dat je niet te veel glitters gebruikt, want dan is de halve nagel bedekt met glitters en dat is natuurlijk niet het effect van deze techniek. Het zijn echt glitters die er gewoon een klein beetje tussenuit piepen. Maar niet de hele nagel moet bedekt daarmee zijn. Het penseel wat ik ervoor gebruik is het Oval 2 penseel. Deze gebruik ik ook altijd voor het natrekken van mijn French manicure. Als ik French teken met gelpolish. Ik zou alleen wel aanraden om daar een apart penseel voor te gebruiken. Want als je veel deze glitters er zo inlegt, dan zie je dat de haren van je penseel wel wat te lijden hebben. En dan zou ik hem zelf niet meer prettig kunnen gebruiken voor het natrekken van je French. Als je de glitters mooi hebt opgevuld, gebruik ik ook nog wat Diamond Flakes. De Diamond Flakes 6 geeft een heel mooi roze effect. En dat geeft nog net weer een ander effectje dan wanneer je alleen pixies gebruikt. En als ik tevreden ben, dan hard ik hem uit, zodat de glitters mooi vast blijven zitten in de base in de pen. Na het uitharden van de base in de pen met de glitters gebruik ik de clear. De clear rubber base gel breng ik een dotje van aan. Ik ga die niet in model brengen met het penseel van de rubber, maar met de Absolute Liner 2. Dan kan ik zeker overal in de hoeken goed komen, zonder dat je per ongeluk de nagelriemen aanraakt. Uiteraard wil je dat het product nergens, namelijk in de zijwal of in de nagelriemen loopt. Zorg wel dat je overal de glitters helemaal opvult, anders dan ga je straks een stukje missen of heb je een deuk in je nagels. Je ziet nu al echt het hele mooie shiny effect in die clear gel. Harden we hem uit in de lamp. Na het uithouden van de rubber base gel gebruik ik de French Pink rubber base gel en dan breng ik echt wel een dotje van aan. En daarmee vul ik hem mooi op en zorg ik dat hij heel mooi richting die clear gel blendt. Die creëert nu eigenlijk een biab nagel. Echt ook wel gecombineerd met de peekaboo techniek. Dus en stevigheid van je rubber en het mooie effect van de glitters. Om een beetje mooier uit te blenden gebruik ik Absolute Liner 2. En dan trek ik hem heel iets over die clear heen. Zodat die daar een beetje mysterieus uitloopt. Uiteraard wel ervoor zorgen dat er niet te veel product richting de zijwallen zit.
Want dan moet je dat allemaal gaan nafijlen. En dat is echt zonde van je tijd. Als je tevreden bent, mag je uitgehard worden. Na het uithouden van de rubber, dan is hij klaar om af te lakken. Zelf kies ik dan het liefst voor de Nextop. Want de Nextop is een hele mooie glanzende topgel. En omdat het een licht design is, houdt hij hem dan ook mooi helder. En hij lakt fijn, dus mocht je nog een klein oneffenheidje hebben, kun je dat hiermee nog corrigeren en opvullen. Stel dat je de rubber niet mooi in gehad aan kunnen brengen. Dat is uiteraard wel het doel. Maar dan had je hem nog even kunnen navijlen. Maak hem daarna dan schoon met prep en dan is hij gereed om af te lakken. En we gaan hem uithouden. Na het uithouden van de topcoat is je nagel helemaal klaar. Wil je de klant helemaal verzorgd de deur uit laten gaan, verzorg de nagels dan lekker nog even met een fijne olie. Wij gebruiken zelf de organische olie van Famous Names, de Daddy Oil. Wil je nou ook nog een mooie foto maken, poets hem dan op met de Magic Wipe. Magic Wipes die zijn ideaal voor het oppoetsen van de nagels, zodat ze perfect weer glimmen en je hele mooie foto's kunt maken. Veel succes! Ik ben benieuwd wat je gaat maken en tag ons gerust in je resultaat als het mooi is geworden.